is half acht geweest, hoogst tijd voor de verjaardagen. En ken je iemand die binnenkort jarig is, hè? Of misschien ben je zelf binnenkort wel jarig, dan laat het ons weten. Ga naar de site www.christusvatvroeg.nl en klik daar even op de verjaardagskalender. Vul de gegevens in en dan zou het zomaar kunnen zijn, ja, het zou zomaar kunnen, dat we jou dan gaan verrassen met het overheerlijke gebak van Bakkerij Smits. Nou, zometeen gaan we trouwens iemand bellen met dezelfde naam als onze bondscoaches. Nou, de kalender, waar is die? Oh ja, hier is die. Vandaag onder andere jarig Mike Tyson. Vandaag. Ja, je weet het wel, hè? De bokser, de man die de oren afbijt en zo. Een beetje Suarez, zeg maar, van de boksers. Zo kun je hem een beetje betitelen. Het is tevens ook de geboortedag, want hij is helaas te vroeg overleden, van André Hazes. Wel jarig vandaag, Bastiaan Ragas. Vandaag. Brian Boom is jarig. Vandaag. En wat hebben we nog meer? Tim Klein, de radio-dj. Vandaag. En Cheryl Cole is Cheryl Cole. Vandaag. Ja, die is niet alleen mooi, maar die kan ook heel mooi zingen. Dus ik stel voor dat we straks eventjes dat nummer met Will.i.am gaan draaien. Three Words of zo. Even kijken. Nou, weet je wat, we gaan eens even een jarige bellen. Kijken of we Louis te pakken kunnen krijgen. Ik moet eigenlijk zeggen Louieke. Louieke. Hey, kerel. Wat? Wat wil je allemaal zeggen, jongen? Ik ben vandaag 11 jaar geworden. Oké. En weet je met wie je spreekt? Ja, Christus als vroeg. Hey, goedemorgen. Hey, heb je gisteren voetbal gekeken? Ja. Hey, wat is het bij jullie geworden? Nederland 2-1. Helemaal goed, hè? Wat een wedstrijd, hè? Ja. Heb je ook even met dichtgeknepen billen gezeten toen die Mexicanen scoorden? Ja. Ja, was even niet leuk, hè? Ja. Dat was niet zo leuk. Maar nu zag ik dus dat jij eigenlijk, zeg maar, dezelfde voornaam hebt als onze bondscoach, hè? Ja. Er is ook een liedje over gemaakt, wist je dat? Nee. Nou, wacht maar eens even. Ik zal ze even erbij pakken. Ik denk de hele dag aan Louietje. Hey, dat ben jij of niet? Ja. Nog een keer dan. Ik denk de hele dag aan Louietje. Nou, hey, is toch mooi dat het hele land aan jou denkt, of niet? Ja. Hey, we gaan even voor jou zingen en dan heb ik dadelijk nog iets heel lekkers voor je. Zet de deur maar even open, komen Basje en Adriaan eraan en die gaan eventjes voor jou zingen. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera. Nou, is dat een feestje of niet, hè, Louis? Ja, dat is een feestje. Dat wou ik me net zeggen. Waar kom je vandaan? Waar woon je? In Zwolle. Nou, dat komt goed uit, want aan die kant, zeg maar, ja, voor ons uit de verkeerde kant van de Maas, maar aan die kant hebben ze ook een vestiging van Bakkerij Smits in Lottum. Dus wij gaan regelen dat jij lekker gebak krijgt van Bakkerij Smits. Ja. Nou, dus blijf even hangen, dan doen we dat even buiten de uitzending om met elkaar regelen. Oké. Hey, maak er een hele leuke verjaardag van, hè? Ja, bedankt. Hoi, hoi. Ik zeg hoi, hoi. Ik zeg hoi hoi. Hoi hoi. Zomer in de regio. Maasland op de radio.